Yo gasten, FIFA Mozi, welkom bij een nieuwe video. Vandaag ben ik met Timon. Ja, yay. Ik ben er weer een keertje bij. Weer World Cup selecties zijn uit. Ja, klopt. Ik dacht, dat wil ik ook een keer meemaken. Joren heeft al een paar SBC's gedaan. Ja, we gaan namelijk al vier. Icons packen. En Timon die brengt altijd geluk, dus ik hoop dat Timon even kan zorgen dat we goede icons packen. Ik hoop op Ronaldo icon of Pelé. Dat zou heel chill zijn. Dan doen we die voor Lewandowski. Het is al ziek team wat ik op dit moment heb, maar dan wordt het nog veel zieker. Maar voordat we verder gaan, vergeet natuurlijk allemaal niet even dat duimpje omhoog achter te laten. 1500 likes, weet niet of het kunnen altijd zo awesome zijn. Abonneer natuurlijk en check Bouwse aan de kleding. Link staat in de beschrijving. Maar laten we maar gewoon niet veel lullen verder. Laten we gewoon maar meteen beginnen met de icon packs. Ik hoop echt dat we een paar zieken gaan krijgen, jongen. Jij mag ze openen. Jij brengt altijd geluk. Zit er geen verschil tussen deze packs? Nee, het is allemaal hetzelfde. Allemaal één icon. Dus we hebben gewoon vier icons deze video. Het is echt de eerste keer in mijn leven dat ik een icon pack. Oh, dan laat het ook meteen een goede zijn. Dat zou mooi zijn. Kom op. Oh, nee. Er is één slechte icon en dat is deze kerel. Oké, we beginnen niet heel lekker. Hier heb je helemaal niks aan waarschijnlijk. Nee, niet echt, nee. Nou, maar ja, weet je, we hebben nog drie te gaan, dus dan moeten we waarschijnlijk alsnog wel één goede krijgen, ga ik vanuit. Maar weet je wat, de volgende ga ik openen. Ja, mag voor mij hoor. Oh, nou, wat lief van jou. Op mijn eigen account mag ik een icon packen van die hond. Oké, let's go. Trouwens, we gaan met de icons en zo die we nu allemaal packen, gaan we vervolgens een team maken. En met spelers die ik natuurlijk in mijn team heb. En daar gaan we dan een potje mee spelen. Dit is Puyol, denk ik. Is het Puyol? Ja, inderdaad. Oké, nou prima. Dit is wel nice. Prima verdediger. Ja, prima verdediger. 92 rated is wel echt een beast. Ik snap, waarom is hij eigenlijk Ike? Hij is toch net een jaar gestopt of zo? Ja, hij is nog. Ja, maar hij is wel gestopt, dus. Ja, ik vind hem gewoon wel Ike en waardig. In ieder geval, chillen centraal verdediger erbij, dus. En misschien dat ik zo meteen nog wel eentje kan doen. Dat ik nog zo'n Ike pack kan krijgen met Squad Build Champ. Maar dat zien we zo meteen wel. Jij mag de volgende weer openen. Kom op, Ronaldo. Pelé, als het maar een Portugees. Nee, Braziliaans of Portugees? Ja, het liefst Braziliaans. Argentijn, is het Maradona? Nee. Die heb je al. Die heb ik al. Nee. Maar die was echt best wel nice eigenlijk. Ja, hij is zo fucking ziek. Hij staat boven de 90. Dit is echt fucked up. Maar ik was een beetje de vorige video dom. Het blijkt dat je deze spelers wel gewoon op kan slaan in je team. Na kopieopslag. Dus dan kan ik hem zo meteen wel gebruiken voor een nieuwe squad building. Oh, zo. Dat is dus dan kunnen we sowieso zo meteen nog één andere icon ook krijgen. Okay, dus dat gaan we zo meteen doen. Maar is deze pack nog. En hierna dus nog een icon. Dus hij heeft het al 5 icons eigenlijk. Kom op. Braziliaanse vlag. Braziliaanse vlag. Spaanse vlag. Nee. Holy shit, man. We hebben ook wel pech, hoor. Kun je die niet ook gebruiken? Ja, ik denk dat ik deze ook wel ga gebruiken. Ik ga even wat puzzelen met Squad Builder Challenges. En dan gaan we even kijken of we op de een of andere manier even nog wat nieuwe icon packs kunnen krijgen. Dit slaat natuurlijk helemaal nergens op. Dit is gewoon echt fucked up. Dan zie ik jullie zo meteen weer. A few moments later. Oké, we hebben nu weer 2 packs gereed staan, dus dan kunnen we allebei weer eentje openen. We hebben in totaal 3 icons allebei kunnen packen. Ja. Een beetje balen dat het alleen een beetje dezelfde zijn. Dus ik hoop dat er nu wel Braziliaanse vlag tevoorschijn gaat komen. En... Oh nee, het is weer die Japaner. What the fuck, we krijgen echt nul van dezelfde. Oh shit, het zit echt niet mee met die icon packs tot nu toe. De allerlaatste, ik doe even zo. Ja, voor extra geluk. En dan komt hij. Ja, dan moet het nu wel iets goed zijn, toch? In ieder geval, laten we het hopen. 6e icon pack van deze video. Come on. Oh, nee. Dit kan echt niet. Holy fucking shit. Weer Maradona. Echt absurd. Dit is de 3e keer Maradona. Oké, we kunnen nu gewoon nog een Squad Builder Challenge doen. Oké, we gaan nog eentje doen. En dan, want we weer Maradona. Weet je, zo 97 reeds spelen. Dan kan je echt makkelijk een Squad Builder Challenge mee doen. Het is wel echt bizar hoe slecht het gaat. Gelukkig laat ik me in de steek vandaag. Ja, maar misschien dat de laatste pack het allemaal goed gaat maken. Ja, dat kan natuurlijk. Oké, deze Squad Builder Challenge is nu ook weer geslaagd. Dat betekent dat we nu weer een icon pack hebben. Kom op, Timon. De allerlaatste. De allerlaatste. Ja, of we moeten nu weer Maradona krijgen of zo. Al je high-rated spelers zijn allemaal bijna weg. Ja, klopt. Ik heb niet zo heel veel spelers meer die ik kan inruilen ondertussen. Dus dit moet hem worden. Kom op, een keer een goeie. Oh, alsjeblieft, laat het nu wel even een Braziliaan zijn. Nee. Dit meen je niet. Weer fucking Maradona. We hebben 3 keer Maradona gepakt nu. Niet normaal.
Holy shit. Oké, nou deze ga ik gewoon weer inruilen voor het Squad Builder Challenge. Weet je wat, we gaan even een paar gewone pakketjes openen. Zorgen we even dat we wat spelers met hopelijk wat hoge rating in de club hebben. En dan gaan we dan nog even nog eentje doen. Ik wil gewoon even een icon packen die ik nog niet heb in mijn club, zeg maar. Gewoon een goeie. Ik krijg altijd alleen maar dezelfde. Dus we gaan even een paar pakketjes openen en dan hoop ik dat we even een paar spelers van boven de 80 krijgen. Je krijgt in elk pakket trouwens een gratis pakket voor een andere. Kom op, Flair. Ja, het is in ieder geval weer een border. Eén goeie. Hey, we krijgen gewoon weer een. Oh, nice. We krijgen een Hernandez. Is dit Hernandez? Ja, dit is nice. Wat een leuk. Lekker, man. Oké, nou, we krijgen dus uiteindelijk gewoon een icon uit een normale pack. Echt, dit fucking chill icon ook gewoon. Lekker, Kans. Je hebt een goede packlift vandaag. Ja, dit is wel heel nice. Oké, dat zag ik eventjes niet aankomen om eerlijk te zijn. Maar alsnog wil ik die Squad Builder Challenge zo meteen even gaan doen. Want we hebben toch een Maradona die dubbel is. Open jij dit pakketje maar. En dan wordt dit het laatste pakketje. Dan denk ik dat ik dan wel genoeg spelers heb voor de laatste Squad Builder Challenge. Is een blauw fles. Helaas. Niet eens een 81 eten. Plus speler. Maar weet je wat? Dit wordt echt de allerlaatste. Dan sluit ik het hier dan ook bij af. In ieder geval deze packs. En we krijgen... Met alweer een. Wat? Dit is... Nee, weer een nieuwe. Oh joh, wie is dit? What the fuck is dit? Costa! Ja, Rui Costa. Hoeveel icons hebben we? Dit is de 9e icon volgens mij al die we krijgen. What the fuck? Dit is echt niet normaal wat voor packluck we eigenlijk nu opeens hebben. Ziek, oké, nice. Maar we gaan dan nu even die laatste Squad Builder Challenge doen. En dan wordt dat waarschijnlijk de laatste. Dan hoop ik dan op Pelé of Ronaldo spits. Oh, dit is echt ziek, de spelers die we krijgen. Nou, hopelijk gaan we nu dan een laatste icon krijgen die we nog niet hebben. Dit wordt de 10e icon van deze video. Het is wel de vraag, wie gaat hem openen? Jij mag hem openen. Jij had er net wel meer geluk dan ik. Ik had wel veel geluk, in die pakketjes die ik heb. Nou, misschien, ja, oké. Ik gun hem jou, Dus ik hoop op een Braziliaan. Kom op. Laat het nu eens meezitten met deze pack. En oh, het is geen Braziliaan, maar het is in ieder geval wel een nieuwe speler. Volgens mij is deze kerel ziek pro. Ja! Holy shit! Nice, dit is misschien wel best chill. Holy shit, oké, dit vind ik mooi. Nu hiermee kunnen we deze packs afsluiten. 10 icons en we hebben uiteindelijk best wel wat icons gekregen die we goed kunnen gebruiken in ons team. Holy shit, wat waren dit de packs, jongen. Uiteindelijk komt het nog helemaal goed. Ja, uiteindelijk wordt het team wel, komt er wel leuk uitzien, denk ik. Ja, dat weet ik wel zeker, ja. Deze gaan we weer even naar mijn club sturen. Maar dan gaan we nu even het team zo optimaal mogelijk maken. En dan zie ik jullie zo meteen weer als dat is gebeurd. Nou, het team is klaar. Het ziet er momenteel zo uit. We hebben uiteindelijk gekozen in ieder geval dat Lewandowski op de bank zit. Hij is toch een beetje aan de trage kant. Als je hem vergelijkt met Mbappé, vind ik Mbappé dan eigenlijk wel net iets chiller. Ook als Lewandowski voor de rest overal beter in. Maar die Mbappé is echt ontiegelijk snel. Dat is wel heel chill. Samen met Hernandez en wel echt zieke aanval. Sowieso dit hele team is... Maradona is ook een klootje snel. Ja, Maradona ook. Costa ook. Deze kerel ook. En Modric valt dan iets mee. Maar Modric is natuurlijk ook gewoon een goede speler. Maar we gaan even een potje spelen met het team. En dat doen we samen. En dan gaan we even kijken of we kunnen winnen. Ja, die kunnen we prima winnen. We hebben ooit een keer samen een serie gedaan. Bro's naar de top. En dat ging na een tijdje wel goed. Welke klasse begonnen we? 10e gewoon. En toen kwamen we uiteindelijk bij de... Ja, ik weet niet meer precies. Maar in ieder geval... Het was soms wel een beetje strijden, maar het ging soms wel goed. Ja, daarom. Ah, dit is een beetje fucked up. We komen er nu achter dat je niet samen kan spelen, dit of zo. Misschien dat je singleplay wel samen kan spelen. Ja, nu kunnen we wel. Oké, dan gaan we gewoon even snel een singleplay wedstrijdje doen. Een beetje fucked up dat het online niet komt, maar check ons het middenveld. Moet je tegen Colombia, dat wordt wel een moeilijke pot waarschijnlijk. Dit moeten wij zo hard winnen, dat is echt niet normaal. Maar we zullen het zien. Weet je wat, als we deze wedstrijd winnen, dan wordt België wereldkampioen. Als wij verliezen, wordt België geen wereldkampioen. Dan wordt Colombia wereldkampioen. Dan wordt Colombia wereldkampioen. Dat gaat er worden. Colombia versus België. Sorry, dat is lang geleden trouwens. Ja, hoe lang geleden heb je... Hoe lang heb je FIFA gedaan? Ik speel soms nog FIFA 15 op de PlayStation. Oh, dat is wel sowieso heel anders. Maar volgens mij is dit echt gewoon qua niveau super slecht. Want ik zie die lui echt... dit is veel te makkelijk. What the fuck? Oké, België wordt wereldkampioen! Hey! Ja, misschien wordt het wel 10-0 dan. Ja. Oké, we gaan proberen Timon en Omal te laten komen. Moet je wel voor het goal gaan staan met je speler? Oké, we staan nu wel redelijk wat voor het goal. Voorzet. En... Bijna. Nou, boom! Dat was bijna. Het was niet helemaal in het voorzet, maar dat was wel een soort van Omal. Geef maar voor. In één keer volgens daar. Dat zou wel sick zijn als dat gaat lukken. Doe het! Bijna,
we willen één zo'n zieke goal maken. Oh, dat is wel sick geweest, ja. Oh, dat scheelt helemaal niks. Nou, nu! Ja! Ja, ja, op zich nice, maar niet ultra nice, zeg maar. We gaan nog even doorproberen. Nog even kijken of we toch nog die ultra nice goal kunnen maken. Oké, okay, ren jij iets door? Lopje. En... Oh, ja, ook uit de lucht. Ja, ook wel een zieke goal, maar weer niet ultra ziek. We moeten even, ja, hoe ga je zo'n zieke goal? Dan moet je ook gewoon een beetje mazzel hebben, denk ik. Nou, nu. Oh, man. Ja. Weer een zieke goal, zeg maar. Niet ultra ziek. Ja, nu. Oh, ja, ja. Okay, weer redelijk. Oh, fuck it. Laat maar. We hebben ons best gedaan om echt een zieke goal te maken. Helaas, wel een beetje geluk. We hebben best wel wat mooie goals gemaakt. Niet ultra ziek, weet je. Deze wedstrijd laat ik gewoon uitspelen. En dan hoeven jullie dat niet allemaal te zien. Want het is een beetje bullshit. Dit gaan we toch wel winnen en dat weten jullie ook wel. 5-0 na 30 minuten of zo, ja. Ja, niet normaal. Maar wel nice dat ik nu nog een veel zieke team heb. Zie voor icons. En misschien dat ik binnenkort nog meer icons ga zorgen. Dat ik nog meer kan krijgen. Maar dat hangt ook helemaal van jullie support af op deze video. Met Timo, yes. Jij wou nog even een shout-out doen, toch? Ja, bedankt voor het kijken naar dit filmpje. Doe even allemaal een duimpje omhoog. Abonneer ook even. Yes. En ik wil een speciale shout-out doen om die mensen te bedanken dat ik ook dit filmpje mee mag maken. Een shout-out naar Roel Korsaan en Jan-Jacob Plomp. Zeker. Later. Dat wou Timo nog even doen. En dan was dit echt het eind van de video. Yes. En dan heb ik tot slot nog maar één ding te zeggen. En dat is natuurlijk... Ik zie jullie later. Blazen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje leuk vond, dan vind je dit filmpje wat hier staat ook wel leuk. Waarschijnlijk, hoogwaarschijnlijk. Dan kan je daar nu nog op klikken. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, dat kan je dan hier doen. Dan kan je daarop drukken en dan kan je abonneren. En dan word je natuurlijk lid van de Bouws Army. Yeah!